Ja, de dames van VC Weert en Jan Smeets, die zoent nog altijd een beetje na. Dat mag, want het is een sportgala of nacht van de Limburgse sport eigenlijk. Voor topsporters, maar zeker ook voor de breedte sport. Voor mensen zoals u en soms ook ik, die zich af en toe in het zweet willen werken om toch nog een beetje te bewegen. Dat kan in de gymzaal, in de sporthal. Dat kan bijvoorbeeld buiten op straat, hardlopend. Of misschien op de fiets. En dat kan zeker in Limburg met het WK van volgend jaar aanstaande. Fietsen, dat doen we hier heel erg veel. Jong en oud. Mannetje van 74. Snel? Ja, een beetje. U moet op die kant gaan, achter de hekken. Ik denk dat het allemaal mee gaat vallen. Ja, wij zien het als de hemel. Komen er flinke heuvels aan? Geen idee. Ik hoop het niet meer. Hoe zie je eruit? Ja, smerig, hè? Moet wel eventjes fietsen. Ik zat even op de fiets. Over. Ja, dan heeft u de hele dag gefietst en dan krijgt u dit in uw hand. Wat gaat er dan door u heen? Dat smaakt naar meer. Dat smaakt echt naar meer. De pijn van de zomer, die we in de winter gemaakt. Jullie hebben niet aangevraagd, zij wel. Dat is het verschil. Ik ga jongen, ik wil. We hebben hem echt helemaal. WK 2012. Joepie. But it embraces everything we want to do with the UCI and with cycling in that it to bring it into the nature, to bring it in and to show off as much of the beautiful countryside in the Limburg region as we can do. En als politicus en als wielrenner is het belangrijk om overeind te blijven. En zoals op mijn rug staat, dan is het een beetje afzien. Zeker als je die Kouberg omhoog moet. Het WK wielrennen zit eraan te komen. Volgend jaar 2012 gaat het gebeuren in Limburg, Zuid-Limburg, Valkenburg en omstreken. Meerdere gemeenten, zoals u weet, zijn daarbij betrokken. Limburg als wielerprovincie staat sinds afgelopen jaar nog veel meer op de kaart. Niet alleen door Tom Dumoulin, Roy Curvers, Wout Poels en Rob Ruig, maar ook al die andere vrijwilligers die daarbij betrokken zijn. Organisatoren van heel veel wielerkoersen. Dat maakt toch echt dat Limburg er weer bij komt te horen, zeker in de toekomst. En we hebben ook zo'n prachtig verleden. Niet de minste hebben we daarom hier voor u uitgenodigd. Dames en heren, uw applaus voor Peter Winnen. Ja, Peter, want als voormalig wielrenner, en we gaan daar een filmpje van je kijken, iedereen weet natuurlijk wat je gepresteerd hebt. Doet het je goed, het Limburgs wielrennen, dat het zo op de kaart staat? Ja, nou en of. En al helemaal omdat er een Noord-Limburger bij zit die het zo goed doet. Oh ja, we hebben ook een Zuid-Limburger, hè? Ja, die is wel erg taai in de Tour. Ik moet zeggen, mijn complimenten, hoor. En het grappige is eigenlijk, jij was de laatste Limburger die als beste Nederlander in de Tour finishte, 83, podium. Dames en heren. Ja. Rob Ruig doet het nu. Het zit er wel weer aan te komen. Ja, we hebben een ongelooflijk goede generatie en ik denk, als je kijkt wat ze het afgelopen jaar hebben laten zien en gewoon heel stilletjes doorgroeien, dan komt er binnenkort iets heel moois uit die kast. We gaan het zien. Kunnen die nieuwe mannen misschien wel dat evenaren wat hij, de man hier naast me, heeft kunnen evenaren wat hij heeft kunnen presteren? Laten we kijken naar de prachtige beelden van begin jaren 80. Peter Winnen. Oh, er komen die andere driehoek om de bocht. Maar ze gaan hem niet meer inhalen, toch zeker? Wat gaan we nou beleven? Peter, ga door, jongen. Ga door. Daar komt hij naar dat dundoek toe. Maar het is nog een lange kilometer, hoor. Het is nog zo lang wat hij nu moet doen. Daar de achtervolgers, die inderdaad wat dichter zijn toegekomen. Hij gaat het winnen. Schitterend. Peter Winnen wint de etappe op Alpe d'Huez. Wie had het gedacht? Hij zelf misschien. Eén is winnen. Eén is Peter Winnen. Bernardo op standvlees. Trek door, trek door. Bernardo haalt het. Komt het wiel terug. Oh. Het wordt een lange sprint. De
Winnen. Peter winnen. Tweede Jean-René Bernadot. Peter winnen dus, dames en heren. Tweevoudig winnaar Alpe d'Huez, podium in de Tour. Prachtige prestaties. Maar het wereldkampioenschap, Peter, 83, dat was jouw beste klassering. 21ste, het was niet jouw koers, wereldkampioenschappen. Echte eendagswedstrijden. Nee, ik was echt niet van de eendagse wedstrijden. Ik moest het van, echt van koers hebben van 3 weken. En dan ook nog alleen van de berg gitten. Ja. Laten we kijken of de mannen van nu er even bij kunnen halen. De mannen die het afgelopen jaar Limburg echt op de kaart hebben gezet. Internationaal, want ze waren echt overal te zien. Uw applaus voor Wout Poels en Rob Rach. En ik ga even tussen jullie instaan, heren, met goedvinden, Peter. Ze zijn net teruggekomen uit trainingskamp Pisa. Speciaal voor ons hier naartoe gevlogen. Vinden we echt fantastisch wat ze het gedaan hebben. Hoe was het in Italië? Regenachtig. Oh, lekker. Ja, heerlijk. Maar goed kunnen trainen met de ploeg? Dat wel. Wel de nodige uren kunnen maken, dus we hebben heel goed kunnen trainen. Is de basis gelegd voor een nieuw topjaar, Rob? We hebben januari nog, dus dan moeten we ook nog een basis kunnen leggen. Het was een topjaar, hè? Absoluut. En nu hopen dat we die lijn kunnen doortrekken. Dat hopen we eigenlijk allemaal. We hebben jullie eigenlijk hier naartoe geroepen. Want we wilden jullie echt graag even in het zonnetje zetten. Wielerprovincie, WK 2012. WK komt eraan. Kijken jullie allebei naar uit? Heel erg. Absoluut. Ja, in eigen provincie, in eigen gemeente zelfs. Voor Rob Rach. Maar ja, als je ze op het podium laat komen, dan kan je ze niet natuurlijk weg laten gaan zonder een prijs. En Tim heeft voor ons een leuke prijs, Tim. Ja, kosten nog moeite zijn gespaard gebleven. Moet je eens kijken, zeg. Ja, we moeten wel heel voorzichtig met hem zijn. Want het is een beetje gekopt, mag natuurlijk niks kosten. Heren, voorzichtig ermee. Peter, aan jou de vraag of je deze aan beide heren wilt overhandigen. Met daarbij de woorden die passen bij het wereldkampioenschap wielrennen. Want dat shirt is het, hè? Ja, dat lijkt er wel op. 2012 staat erop. Dat moet hier zijn. Dat klopt, dat is hier. Peter, overhandigen we aan de beide heren. Nou Wout, ik hoop dat je in de selectie zit en ik verwacht het wel. En hier op de Schouwburg kan je de gaskraan wel opendraaien, denk ik me. En ik denk dat hetzelfde geldt voor Rob. Het is een parcours voor allebei geknipt. Absoluut. Heren, die is voor jullie. En jullie krijgen er allebei eentje overigens. Maar die andere is er weer kapot gegaan. Kan erbij horen in de live show. Dames en heren, uw applaus voor de twee wielerhelden en Peter winnen. Rob Rach en Wout Poels.